Dit grimmige zelfportret uit Museum Ostwal schilderde Max Beckman in 1947 in New York, nadat hij net had weten te emigreren naar Amerika. De 10 jaar daarvoor woonde en werkte hij in Nederland. Maar hoe was hij daar terechtgekomen? Dan gaan we terug naar juli 1937, naar de opening van de beruchte Entartete Kunsttentoonstelling, geopend door Adolf Hitler. Daarin waren 650 werken samengebracht van Duitse avant-gardisten, waaronder 23 werken van Beckman. En die werken werden na afloop vernietigd. De dag na de opening vluchtte Beckman met zijn vrouw Gwappie hals over kop naar Nederland, waar hij uiteindelijk 10 jaar zou blijven wonen op een zoldertje op het Rokin en werken. Nou is het gekke dat er uit die periode, die 10 jaar in Nederland, maar 3 schilderijen in Nederlandse musea bewaard zijn gebleven. Maar nu is er iets heel bijzonders. We hebben een 4e schilderij kunnen toevoegen aan de collectie in Nederland. Landschap in Laren met Ruiter. En dankzij een gulle gever kon het worden toegevoegd aan de collectie van Singer Laren. En wat zien we? We zien een expressionistisch statement gemaakt uit de herinnering van Beckman, die vele keren in de zomer in Laren met zijn vrouw Gwappie kwam schilderen. Beckman heeft hier uit zijn herinnering terug in Amsterdam een middag geschilderd in het Larense landschap, de hei bij Krailo. En wat we zien zijn grote berkenbomen. En via die berkenbomen worden we geleid langs een afbuigend pad waar aan profiel een gaande ruiter is weergegeven. Dat doet denken aan de blauwe ruiter. Met op de achtergrond een wolkenlucht en onder die wolkenlucht rijst een klein torentje op. En dat torentje is de watertoren bij Krailo, ontworpen door Wouter Hamdorf. En Wouter Hamdorf is ook de architect van Museum Singer Laren.